Leuk dat jullie kijken. Ik ben Eva en ik ben docent bij Fluxus voor theater en voor film. En vandaag gaan wij een korte film maken. Ja, en wat wij echt specifiek gaan doen is een one-shot film. En dat is eigenlijk een moeilijk woord voor één beeldfilm. Dus dat betekent dat alles in één keer wordt gefilmd. Dus gewoon in één keer opnemen en hoppakee, de film is klaar. Maar voordat we daaraan beginnen, moet je altijd een verhaal hebben. Een verhaal bestaat uit een verhaallijn. En die lijn is de volgorde hoe dingen achter elkaar gebeuren. Als ik begin aan een verhaallijn, start ik altijd met de 5 W's en de H. En de 5 W's zijn wie, waar, wanneer, waarom, wat en hoe. Hierbij stel ik altijd vragen waar jullie zelf antwoord op gaan geven. En ik ook, zodat wij samen een film kunnen gaan maken. En we beginnen bij de eerste vraag en dat is wie. Wie is de personage in de film? Dus welk speelgoed gaat de hoofdrol spelen in jouw film? Is dat een pop, een superheld, een vliegtuig of een knuffel? Nou, speur je kamer maar rond en ga maar zoeken naar jouw hoofdrolspeler. Kies er één. Eén speelgoed gaat de hoofdrol zijn. Ik ga vandaag werken vanuit de unicorn. Kijk maar. Dit is mijn hoofdrolspeler voor vandaag. Dan komen we bij de volgende vraag. Waar? Waar speelt de film zich af? Dus op welke plek of locatie gaan we de film laten afspelen? Vandaag kunnen jullie uit 3 plekken kiezen. We gaan hiervoor wat spulletjes ronselen en bij elkaar pakken. Dus vraag eerst even je ouders, je juf of meester of dit mag. Kies weer 1 van de plekken en verzamel alleen die spullen. Oké, dan ga ik even de plekken benoemen. In de eerste plek, een bos. Pak alle planten die je maar kan vinden en zet ze bij elkaar. Kijk maar, zoals hier. Of, de volgende plek, de stad. Pak zoveel mogelijk boeken van verschillende groottes, klein en groot, en zet ze zoals dit bij elkaar. Dan zie je wel, dat vormt een mooie stad. Een denkbeeldige stad. Of de laatste, een berglandschap. Pak zoveel mogelijk groene, bruine, grijze kleren en verspreid ze over de ruimte, zoals hier, en maak er bergen van. Nou, dit zijn de 3 locaties die je vandaag kan kiezen. Kies er 1 en ga nu even al die spulletjes bij elkaar verzamelen. Nou, heb je ze bij elkaar verzameld? Goed zo. Ik ga vandaag een filmpje maken vanuit de stad. Dus ik kies de stad. Dus ik heb alle boeken klaargelegd. Nu gaan we naar de volgende vraag. Wanneer? Wanneer speelt de film zich af? Dus in welke tijd gaat de personage, dus de hoofdrolspeler, zich voortbewegen? Nou, dat kan je eigenlijk in verschillende soorten manieren doen en verschillende soorten tijden. En dit geef je aan door decor te gebruiken, dus door verschillende spullen te gebruiken. Als je het in het verleden wil afspelen, dan gebruik je hele oude stoffige dingen bijvoorbeeld. Of in het heden, nou, dat is heel makkelijk. Dan kan je het gewoon nu zijn, in een nu, dus hoe wij nu er allemaal uitzien. Of je kan de toekomst kiezen. En de toekomst zou je bijvoorbeeld een UFO kunnen pakken of een vliegend paard. Daardoor kan je zelfgemaakte spullen inzetten. Maar vandaag gaan we het gewoon even wat makkelijker doen. We doen het nu. En we kiezen tussen dag of nacht. Dus dan mogen jullie zelf kiezen. Nou, is het dag, dan is het licht aan. Tada! Of is het nacht? Dan zitten we in het donker. Maar vandaag kies ik licht, dus dag. Dan komen we bij waarom. Waarom filmen we dit verhaal? Dus wat gaat er gebeuren met de hoofdpersoon? Dus wat is het onderwerp? Dat mag jij zelf verzinnen. Maar begin dan met de zin, de hoofdpersoon wil graag. En dan de hoofdpersoon is dan je gekozen speelgoed. Dus de hoofdpersoon wil graag puntje, puntje, puntje. En een tip? Hou het simpel. Dan wordt het lekker duidelijk. En dan snappen we goed wat we gaan filmen. Als je niks weet, is dat helemaal niet erg. Dan kan je vandaag uit 3 dingen kiezen. De hoofdpersoon wil graag eten.
De hoofdpersoon wil graag naar huis. De hoofdpersoon wil graag zijn vriend bezoeken. Kies er één. Kies één van deze waaroms. Nou, ik kies vandaag... De unicorn wil graag zijn vriend bezoeken. Dat is mijn waarom. En dan zijn we bij de laatste W. Wat? Wat is het conflict? Dus waar gaat het mis in de film? Er moet namelijk altijd iets misgaan. Anders wordt de film wel erg saai. En wij willen toch iets spannends gaan maken? Nou, dit mag je weer zelf verzinnen. Begin dan met de zin. De hoofdpersoon wil graag. Wat we net ook hadden. En dan zet je erachter. Maar er gaat wat mis. Omdat. Dus de zin is. De hoofdpersoon wil graag. Puntje, puntje, puntje. Maar er gaat wat mis omdat. En hou het weer simpel. Nu mag je ook weer kiezen. De eerste. Maar er gaat wat mis omdat de hoofdpersoon verdwaalt. Maar er gaat wat mis omdat de hoofdpersoon in een gevecht belandt. Als je deze kiest, zoek je nog iets uit, zoals een speelgoed. Wat dan de tegenstander wordt in het gevecht. Dit heet ook wel de tegenspeler genoemd. De volgende, de laatste. Maar er gaat wat mis omdat de hoofdpersoon tegen een blokkade loopt. Als je deze kiest, kan je een leuk voorwerp pakken waar de hoofdpersoon niet per se meteen omheen kan lopen. Dus het wordt een moeilijk ding. Ik kies dit. Maar er gaat wat mis omdat de unicorn verdwaalt. Dus met die andere zin erbij is het... De unicorn wil graag een vriend bezoeken, maar er gaat wat mis omdat hij verdwaalt. Dat zal mijn verhaal zijn. Nu komen we bij de laatste vraag, de H, want we hebben alle W's nu gehad. Hoe? Hoe wordt dit conflict opgelost? Dus, hoe gaan we het probleem, het conflict, van de wat, oplossen? Dit mag je weer zelf verzinnen. Begin met de zin, het probleem wordt opgelost doordat de hoofdrolspeler, puntje, puntje, puntje. Weet je het niet, dan mag je weer kiezen. De eerste. Het probleem wordt opgelost doordat de hoofdrolspeler de weg terugvindt omdat hij iets herkent. De tweede. Het probleem wordt opgelost doordat de hoofdrolspeler zijn tegenspeler pijn doet en graag sorry wil zeggen. De derde. Het probleem wordt opgelost doordat de hoofdrolspeler superkrachten krijgt en over de blokkade kan vliegen. Ik kies, het probleem wordt opgelost doordat de unicorn de weg terugvindt omdat hij opeens zijn paardenvriendje herkent. Nu hebben we alle W's en H gehad. Dus de verhaallijn is helemaal compleet. Nou, schrijf het even op of zeg hem even hardop voor jezelf zodat je hem weet. Maar die van mij is, die ik vandaag aan ga werken. De unicorn wil graag een vriend bezoeken, maar er gaat wat mis omdat hij verdwaalt. Het probleem wordt opgelost doordat de unicorn de weg terugvindt, omdat hij opeens zijn paardenvriendje herkent. Dat is mijn verhaallijn. Oké, nu zijn we er bijna. Nu gaan we even alle spullen klaarzetten. Alles klaargezet? Yes, dan kunnen we eindelijk beginnen met filmen. Oké, zoals ik in het begin al zei, gaan we een one-shot film maken. Dus we gaan alles in één keer filmen. Achter elkaar. Als je filmt, moet je ook altijd nadenken waar de camera naar kijkt. Dat heet een verschillend oogpunt. Dus je moet bedenken dat de camera van je telefoon of tablet een oog is waar je vanuit gaat kijken. Deze lens... is dan het oog. En vandaag gaan we vanuit de hoofdrolspeler zijn ogen kijken. Dus bij mij vanuit de unicorn zijn ogen. En die wereld gaan we dan beleven. Nou, hoe gaan we dat doen? Oké, stap 1. Pak je telefoon of tablet. Stap 2. Zet de camera aan. En dan moet je hem vooral ook op... de filmstand zetten. En vaak heb je dan een rode knop. Dan weet je dat je op de filmstand staat. Stap 4. Zet de camera achter, dus dan hebben we nu de camera,
achter de tegenspeler. Dus bij mij achter de unicorn. Als je ze dan zo hebt, dus de camera achter de hoofdrolspeler, loop je door je locatie heen. Kijk maar hier. Ik loop dan door de stad met de unicorn, de achter. Nou, dat was even oefenen. Nu gaan we filmen. Nou, hoe we dat doen, en dat weten jullie vast al, dan heb je hem dus zo staan. En dan druk je op de rode knop om op te nemen. Dan pak je je hoofdrolspeler en ga je door de locatie heen lopen. En speel je het verhaallijntje uit. Dus mijn unicorn loopt door de stad, raakt verdwaald en vindt dan opeens zijn paardenvriendje. En als je dat weer hebt gedaan, druk je weer op de rode knop. Zo. En dan ben je weer klaar met filmen. Tada! Zo maak je een one-shot filmpje. Nou, bij mij gaat het ook echt niet in één keer goed. En dat is helemaal niet erg. Dat hoort erbij. En dat hoort ook zeker weten bij film. Jullie kennen het misschien wel. Dat heette de bloopers. Al die keren dat het toch mislukt is. Helemaal niet erg. Dan probeer je het gewoon nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Totdat het lukt. Nou, hier is mijn eindresultaat. En heel veel plezier met het maken van je filmpje.